Bij deze moet je dus wel een beetje oppassen als je met je schoonouders op pad bent. Ik ben zelf een bierdrinker, maar eigenlijk niet zo heel erg experimenteel. Ik heb geen Untappd, dus ook niet echt gelegenheid om te experimenteren. Ik drink vooral heel veel duveltjes en ja, ik geef het toch maar even toe. Ik drink ook heel veel Kanon als ik drink. Maar ik wil wel wat meer experimenteren en daarom heb ik iemand hier in mijn bar. En dat is Mick, dat is onze bierkenner van Ask Men. Dus, Ja, Maarten, bedankt dat ik mocht komen in je bar. Ja. Ik weet dat het normaal gesproken niet de bedoeling is dat je zelf je biertjes meeneemt naar de bar, maar bedankt dat je even een uitzondering wilt maken. Ja, het is ook niet echt een bar. Nee, daarom. Ik heb een paar biertjes meegenomen die naar mijn mening wat ondergewaardeerd zijn. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk de bekendere biertjes, je zei net al een duveltje. Gros Kanon vooruit, hè? Die zien we dan ook even door de vingers. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal, je hebt zo ontzettend veel bieren en een aantal bieren zijn ondergewaardeerd, worden wat minder gekozen, terwijl ze naar mijn mening hartstikke lekker zijn. Oké, we hebben er drie geselecteerd volgens mij. Ik heb er drie geselecteerd, wat heel erg moeilijk was, maar ik denk dat ik hiermee een mooie selectie die ik echt iedereen aan kan raden. Oké, we beginnen bij de eerste zou ik zeggen. We beginnen bij de eerste. Bekend merk, maar naar mijn mening een wat onbekender biertje. Het Ei, iedereen kent het misschien wel. Amsterdamse biertje. Dit is het Ei Flink. En bij het Ei Flink is er eigenlijk één ding aan de hand. En dat is dat er een heel laag alcoholpercentage in zit. Mm-hmm. Maar dat hij wel een ontzettende bek met smaak heeft. Ja, daarom Flink. Dus want ik denk bij Flink dan, het zal wel 10% zijn of zo. Maar dat is dus helemaal niet zo. Zo smaakt het dus wel. Okay. En dat is het aparte. Hij heeft dus 4,7%. Mm-hmm. Wat lager is dan een gemiddeld pilsje. Maar smaakt als een echte stevige triple. En dan moet je nagaan, je zit in een situatie dat je lekker een biertje wil drinken, maar niet al te dronken wil worden. Mm-hmm. Stel een bedrijfsborrel of je gaat uit eten met je schoonouders, noem maar op. Ja. Dan heb je hier een biertje dat smaakt alsof je rond de 9% of 10% zit. Maar gewoon veilig op een 4,7 waar je er makkelijk 3, misschien wel 4 van kan drinken zonder het echt te voelen. Ja. En daarvoor is het Ei Flink, naar mijn mening, een ongewaardeerd biertje. Ja. Je kunt hem wel in bijna elke supermarkt krijgen. Dus als je hem ziet staan, probeer hem vooral even. Ja, dan kun je ook op hem mee lopen patsen. Dus ik heb al 10 flinkjes gedronken, maar... Ondertussen betekent dat helemaal niks dus. 10 biertjes is nog steeds veel natuurlijk. Goed. Okay, ja. Nou, duidelijk verhaal. Het tweede biertje wat je mee hebt genomen voor ons. Een ontzettend lekker winterbiertje. De Nice Chouf. Je zou denken, nice, maar het is een Frans merk. Oh ja. Dus ze zeggen Nice. Nice, ja. Nee, duidelijk. Is het ook uit Nice? Het is niet uit Nice. Nee, het is van dat kan ook niet. De brouwerij Da Chouf. En Chouf staat voor dwerg, zoals je ziet op het etiket. En de Nice Chouf is een donker winterbier. Nou zijn we momenteel, bevinden we ons in de winter. Het is lekker koud buiten. Sterker nog, we mogen zo meteen lekker gaan schaatsen, zo heb ik zelfs gelezen. Dus de Nice Chouf, een uitermate lekker winterbiertje van rond de 10%. Dat betekent dat je hem ook op de 10 graden drinkt. Dat is een beetje de huisregel. Donker bier, wat vaak de naam heeft dat het wat zoet kan zijn. Mm-hmm. Te zoet, naar mijn mening. Vooral de herfstbok bieren. Ja. Heb je echt alsof de suiker doorheen zit. Nou, dat is bij dit biertje dus niet het geval. Hij is donker en hij is stevig, maar hij is vooral ook heel kruidig en bitter. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk door de Curaçao-schil. De Curaçao-schil, dat is de schil van een sinaasappel. Mm-hmm. En die wordt eigenlijk alleen door Belgische brouwers gebruikt om bier een bitterheid mee te geven die niet tegenstaat. Bij bitter denk je toch al vaak, dat staat me tegen of dat lust ik niet. Maar dit bittertje bevalt dus uitermate goed. Ja. En niet te zoet, maar wel 10%. Dus, bij deze moet je dus wel een beetje oppassen als je met je schoonouders op pad bent. Ja, precies. Ja. Dus beperkt houden. Ja, precies. Maar dit is ook niet een biertje dat je zomaar even achterover slaat. Met die 10% donker, stevig en kruidig. Dat is niet iets wat je even een atje weggooit. Nee, precies. Oké, nou, kom maar op een derde biertje. Het derde biertje. Dat is een bijzondere. Een Jopen Sin and Remorse Barrel Aged bier. Ja. Allereerst Jopen. Van de Jopenkerk. Ja, we hebben hier een bar in Haarlem. Dan mogen we de Jopen natuurlijk niet laten ontbreken. Sin and Remorse is van een nieuwe lijn met een beetje... Ja, je ziet het al aan het label. Een wat hippere biertjes. Het is een limited edition. Ik heb er ook even naar moeten zoeken, maar ik heb hem gevonden. En barrel aged is een beetje de nieuwe hype onder de bieren.
Een barrel aged houdt in dat het op vaten wordt gerijpt. En die vaten worden meestal, voordat ze worden gerijpt met bier, worden ze gebruikt voor whisky. Hier hebben we te maken met een Jack Daniels barrel aged bier. Mm-hmm. Jack Daniels, bekend whiskymerk. En het is hip, daardoor ook lekker duur. Mm-hmm. Ik geloof dat ik in de slijterij hier €6,50 heb betaald. Ja. Wat omgerekend naar barprijzen boven de €10 ligt, ja, denk ik. Ja, ja. Maar ja, hè, het proces is er ook naar dat ze wat meer mogen vragen. Ja, dus precies. Dus ze moeten wel die vaten zien te krijgen. Precies. Waar ze dus een dealtje mee moeten sluiten met Jack Daniels. Mm-hmm. Gaan ze die vaten huren? Gaan ze die kopen? Ja. En die moeten natuurlijk, het bier moet rijpen in die vaten. Ja. Nou, die vaten die zijn van hout. Die nemen smaak op, dus die hebben al een soort van whisky coating van binnen. Mm-hmm. Zet je er bier in, dan krijgt dat bier een whisky smaak. Ja. En dan was die Nishouf niet zo zoet. Deze dus wel. Mm-hmm. Is even tonen van chocola, karamel. Ja. Hij is ook een beetje stroperig haast. Niet, ja, niet dat hij echt dat je hem niet kan gieten, maar hij heeft een beetje een wat dikkere, ja, dikkere dichtheid. Ja. Je hebt gezegd net 6,50 voor barrel age, maar ik toevallig, als ik dan een uitstapje doe, doe ik vaak barrel aged. Mm-hmm. En schrik ik aan bij de kassa van de prijs, want 6,50 valt nog best wel mee, vind ik, voor een biertje. Ja, ja, dat, misschien is dat omdat we hem in Haarlem hebben gekocht, dat hij niet zoveel transport kost. Oh ja, heeft. Precies. Dat zou er, ja, ook mee te maken kunnen hebben. Maar ja, voor een gemiddeld speciaal biertje is 6,50 redelijk aan de duur. Ja, voor een gewoon speciaal biertje zeker. Zeker. Ja, ja, klopt. Ja. En ja, barrel aged is helemaal hip. We zien nu ook steeds meer dat whisky wordt gerijpt op biervaten. Dus dat ze een soort van ruilsysteem invoeren. Dus en whisky en bier gaan gewoon heel goed samen. Ja. Ja. Hey, ik, dat barrel aged, dat is natuurlijk niet alleen whisky, toch? Ik heb het volgens mij ook met port gehad en met, volgens mij zelfs wijn. Ik zag zelfs ook gin voorbij komen. Gin, oh ja. Dat, ik weet niet of ik dat aandurf om dat te gaan proberen. Nee, maar, nee. Ja, ook dat kan, hè. Ik bedoel, ja, ze kan experimenteren het volop tegenwoordig. Ja, top. Nou, dat lijkt me een hele mooie voor een volgende social bar, om daar eens wat meer dieper in te duiken. Echt, misschien. De hele apartere biertjes lijkt me een uitstekend idee. Alles kan, ja, alles kan. Top. Nou, wij hebben in ieder geval nog genoeg te doen, zoals je ziet. Dus, en de volgende keer misschien wat dieper ingaan op barrel-aged bier. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En misschien ook wel leuk hier rechts. Er zijn nog meer video's te checken.